Vorige week gaven zowel de Federal Reserve als de Bank of England meer details over hoe ze het monetair beleid willen normaliseren. De bijeenkomst van de Fed verliep zonder verrassing. De Fed kondigde aan nu te beginnen met het afbouwen van haar activa aankopen, die waarschijnlijk tegen volgende zomer zullen worden afgerond. De Bank of England zorgde voor een verrassing. Na een reeks strenge opmerkingen van de voorzitter van de Bank of England hadden de markten rekening gehouden met een verhoging van de rente met 0,15%, maar ze waren op het verkeerde been gezet, want het Monetary Policy Committee besloot de rente ongewijzigd te laten. Wel gaf het comité aan dat in de komende maanden renteverhoging nodig zijn. Beide centrale banken benadrukten dat de inflatievooruitzichten erg onzeker blijven en dat dus veel afhangt van komende inflatie- en arbeidsmarktgegeven om te bepalen hoe ver en hoe snel de centrale banken de rente zullen verhogen.